Goedenavond, dames en heren. Mooie muziek erbij op te komen. Ik zou bijna zeggen, nou moet ik gaan tapdansen, maar dat kan ik helemaal niet. Fijn dat u er bent op deze bijzondere avond. Voorpremière van het nieuwe seizoen, Theater Stilburg. Ik reed hier naartoe en ik dacht, dat is eigenlijk een heel bijzonder publiek, bent u. Ik kom er wel eens vaker in het theater en dan komen mensen specifiek voor een voorstelling. En u komt eigenlijk voor een heel seizoen. Ja, daar komt u eigenlijk voor. En dat wordt nogal een seizoen hier. Ik heb natuurlijk al een beetje gevraagd links en rechts wat er allemaal gaat komen. En dat gaat u straks horen. Maar in deze zaal veel cabaret natuurlijk. En musical en toneel. Nationale, internationale top hier. Dan hebben we natuurlijk die prachtige concertzaal. De mooiste zaal van het zuiden. Ja, precies. Inderdaad. Dat mag gerust gezegd worden. En die zaal is niet alleen mooi, maar ook wat er gaat gebeuren is heel erg mooi. Een mooie mix van klassiek en pop. En van minimal en jazz. En dat wordt allemaal heel zorgvuldig samengesteld, zo'n programma. Gert Gering daar, die staat nu nog druk aan de draaitafel. Maar dat is de man die dat allemaal bij elkaar zoekt en doet. En daar zullen we straks ook over praten. En dan heb je natuurlijk ook nog, zo ongeveer hieronder, de studiozaal. En daar is weer het leuke van, dat mensen die daar optreden, acteurs en muzici en cabaretiers, die eigenlijk bijna aan te raken zijn. Dus dat is heel intiem. Dat is ook de zaal waar een groot deel van het jaar op de eerste zondag van de maand Studio Café is. Kent u dat? En dat is ook altijd heel gezellig. En goede sfeer daar. Kortom, in het hele gebouw is heel veel te doen het komend seizoen. Daar bent u vast nieuwsgierig naar. De vraag is natuurlijk, hoe gaan we dat u laten zien of over praten? Nou, natuurlijk zijn er optredens vanavond een aantal. U krijgt dingen te zien op het scherm en dingen te horen van Gert. Maar we gaan er voornamelijk ook over praten. En dat doe ik met twee mensen die er heel veel van af weten. Simpelweg omdat zij degene zijn die dat allemaal samenstellen. De programmeurs. Gert Gering voor de muziek. Simone Mager voor het theater. Die komen straks aan bod. Maar allereerst roep ik iemand op het toneel die ook hele uitgesproken ideeën heeft over theater. En over wat daar te zien zou moeten zijn. En die daar ook ideeën over heeft wat hij ervan vindt. Dat is iemand die u zo langzamerhand al aardig begint te kennen, denk ik. Hier is directeur Rob van Steen. Yes! Ha. Ja! Een energieke dertiger, hè? Ik dacht, laat ik een beetje krachtig binnenkomen. En op de toon zetten. Want zo gaat het nieuwe seizoen worden. Eruit, ja, precies. Daar gaan we zo over hebben, wat nieuwe seizoen. Okay. Maar er is nog iets wat toch even besproken moet worden. Want ik las dat er 10 nieuwe rijksmonumenten zijn aangewezen. Waarvan er 4 maar liefst in Tilburg. Ja. Dus dat is niet alleen iets geweldigs voor Tilburg, maar dit theater is een rijksmonument geworden. Dit is er ook een, ja. Het zat er al lang aan te komen. Er werd volgens mij al jarenlang goed voor gezorgd voor dit gebouw. Zeker ook door mijn voorganger, door Leo Pot. Die zorgde voor al die mooie meubeltjes in de foyers en zo. En de eigenaar, de gemeente, zorgde heel goed voor de restauratie van de buitenkant. En dat is beloond met een rijksmonumentale status. Kijk, ja dat mag flink voor geapplaudisseerd worden. Maar de vraag is natuurlijk, is dat een last om rijksmonument te zijn? Er zijn mensen met huizen die zeggen, ik wou dat ik geen monument had, want ik mag er niks aan doen. Of levert het iets op? Nou, het werd ons gelukkig vooraf gevraagd of we dat een last zouden vinden. Maar ja, u kent dit gebouw allemaal heel goed. En u weet natuurlijk ook dat het is een heel goed gebouw. Bijvoorbeeld Ten Holte, de architecten, hebben dat in de jaren 50, 55 heel knap ontworpen. En we hebben er eigenlijk niet zo eens zo gek veel aan veranderd. En het deugt nog steeds. Dus toen ze vroegen, mag het Rijksmonument worden? En zit u dat in de weg? Nee. En ja, het mag zeker een Rijksmonument worden. Nee. Dus ja. Heb je het schildje al opgehangen? Het draagt bij in ons imago dat dit een mooie plek is, een statige plek. Ja. En dat heeft een rijksmonumentale status. Nee, het schildje hangt nog niet. Maar er is een schildje, zo'n... Ja, je hebt zo'n schildje, dan moet je vastschroeven. Ja. Hè, met de boormachine en dan... En ga jij dat zelf doen? Als je die voorgevel ziet van ons, dat is allemaal glas en staal. Dus wat doe je dan met zo'n bordje? Maar we hebben daar een oplossing voor. Die zal u binnenkort zien. Oké. Iets anders. Waar de voorgaande keer dat we elkaar spraken bij een gelegenheid, ging het eigenlijk vaak toch nog over hoe is het met die crisis en merken we dat nog en hoe zit dat in de theaters? Is die eindelijk voorbij wat jou betreft? Crisis? Of nog niet? Crisis. Die is er niet eens meer.
Nee, crisis hebben elkaar natuurlijk allemaal aangevraagd, dames en heren. U komt nog steeds hier en u kwam hier al jaren. Wat dat betreft, die mensen hebben geen last van een crisis. Ze zijn hier gewoon en ze komen het volgende seizoen ook weer allemaal. Ja. Dus nee, wij doen daar niet aan. Wat was het voor een seizoen? Dus ik ga verder niet te veel over het vorige seizoen, want we gaan natuurlijk over het komende seizoen hebben. Maar ja, wat was het voor een jaar? Wat was het voor het seizoen? Want het is nog april en het seizoen duurt nog tot begin juli zo'n beetje. Dus wat dat betreft, wij zijn hier nog lang niet klaar met dit seizoen. Maar ja... Het was een mooi seizoen. We hebben allemaal hele mooie dingen gezien, waarvan u er bij een groot aantal bij bent geweest. In getallen was het jaar 2014, want nu maken we een jaarverslag, was wel bijzonder, want wij trokken voor onze programmering 125.000 bezoekers. En dat was exact evenveel als in 2013. Dus ja, iedereen komt gewoon weer. Heel trouw publiek. Ja, dus. Heel trouw publiek. Je krijgt natuurlijk tal van reacties op dingen die hier gebeuren. Is er één die je bijgebleven is waarvan je denkt, ja, dat was een mooie reactie op een voorstelling of iets anders? Weet je, als je theaterdirecteur bent, je ziet zoveel, hè? Ik ben een bevoorrecht man, want ik mag hier elke dag zijn. Dus er komt heel veel voorbij. Dus ik heb een beetje het geheugen van een goudvis, meestal zo een paar dagen terug. En wie van u was bij het Nederlands Blazers Ensemble? Ja. Er waren mensen in de zaal naar het Blazers Ensemble met tranen over de wangen. Zo mooi was dat. Het waren de zeven laatste woorden van Jezus Christus, een stuk van Haydn. En het was vertolkt door Bart Moejaert, dat is een Vlaamse schrijver, poëet. En die vertelde een verhaal over een man die zijn tijd is gekomen, de dood fluistert hem in de oren. En dan die laatste dagen, dat is heel mooi. Ja, ja daar heeft Bart Sneeman over verteld in Studio Café, ja, dat weet ik klopt. Ja. Wat komt er niet in Studio Café? Oké. Laten we maar eens naar dit seizoen toe gaan. Het seizoen wat er gaat komen dus inderdaad. Hè? En we praten dadelijk met Simone en met Gert. Maar jij hebt dus inderdaad vast ook wel zo je highlights. Of dat lijkt me ook moeilijk eigenlijk om iets uit te kiezen, of niet? Ja, wij zijn eigenlijk vrij lang bezig met zo'n seizoen voorbereiden. Het komende nieuwe seizoen mag u maar liefst kiezen uit 325 verschillende voorstellingen en concerten. Dat is me nogal wat. Ja. He, dus dan vraag je, Rob, doe er eens een. Nou, dat is eigenlijk best lastig om er dan één te kiezen. Ik dacht, nou laat ik een aanloopje nemen. Wie van u is partner in deze zaal? Zie, dat zijn er best wel wat. Partners zijn hooggewaardeerde lieden, want die steunen Theater Stilburg. En niet zozeer Theater Stilburg, als wel de kinderen die tijdens de basisschooltijd hier in deze zaal of in de andere zalen komen, om programma mee te maken. En een van de dingen die ik meemaakte afgelopen seizoen, was een jongetje wat in de zaal zat en die zei, wauw, het is 3D, zonder brilletje. 3D zonder brilletje. Ja, dat vond ik wel een mooie ervaring. Maar nu heb ik dan, en dan komen we bij die tip. We hebben het volgende seizoen, dat is een voorstelling, die is 3D met brilletje. Dan gaat u allemaal hier in de zaal zitten. En dan gaan we naar een dansvoorstelling kijken. Ja? Die is van de Australian Dance Company. Dat is een gezelschap wat hier gelukkig zo af en toe eens langskomt. En daar moet je met een brilletje op in de zaal. En de artistiek leider van de Australian Dance Company, die heeft daar wat over te vertellen. Daar hebben we een filmpje van. Oké. Hello everybody, my name's Gary Stewart, I'm the Artistic Director of Australian Dance Theatre. Australian Dance Theatre is an iconic contemporary dance company based in Adelaide in South Australia. Next year we'll be actually celebrating our 50th anniversary, so a pretty momentous occasion for the company. The work that we're bringing to SHIO is called Multiverse. When you come to the performance, you'll be given a pair of 3D glasses and you'll be able to see these really extraordinary graphics. Multiverse promises to be a very unique dance experience. One of the few dance pieces that are currently using high-end immersive 3D graphics. We're looking forward to presenting Multiverse at the wonderful SHIO Theatre and we're looking forward to seeing you there in 3D. Jemig. Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar laten we het maar gewoon eens meemaken. Wat dan, gaat, hier, maar dan... gaat hier gebeuren en met verschillende schermen en projecties. Ja. En, leuk. Ja, dan kun je dat ervaren. Ja. En dan hebben wij tenminste ook eens een keer zo'n brilletje op. Ja, zitten we ook met een brilletje in de zaal. Oké, dat is dus de Australian Dance Theatre. Ja. Oh, ik zie het hier staan, 13 oktober. Jij weet de data. Ik mag meespieken met je. Ja. 13 oktober, oké. Waar gaan je gedachten dan naar uit? We hebben het natuurlijk netjes geordend. Hè? We hebben alle twee een briefje. Dus het volgende, dat is... we hebben hier natuurlijk Cirque Stiletto gehad met Ellen ten Damme. Oh ja. Die stond op de handen, deed de spagaat en speelde viool. En nu is het wel heel erg de vraag of de dame die we dan nu hebben
of hij dat ook gaat doen. Laten we eens even kijken wie dat is. Ja, Cirque Stiletto 3 is er weer. We zijn natuurlijk druk aan het repeteren met de Mannen van de Wereldband. En de Cirque Stiletto is dan heel ergens anders. Maar we komen eraan. We komen door heel Nederland in een van de prachtige theaters vanaf augustus. Cirque Stiletto 3! Maar gaat zij dan ook, want Enid Damme is natuurlijk ook heel atletisch en zo, gaat zij ook dat soort dingen dan doen? Ik ben bang van niet. Nee? Misschien is het maar beter van niet ook. Maar ja, ja, je weet nooit, precies wat ze wel en niet gaat doen, dat is nog wel even de verrassing. Ja. Het is een podiumdier, ja. Dus dat, ja, oké. Okay. Deze zal vast dingen doen, die, en daar hoor, bent u toch iedere keer weer in de zaal, denk ik, dingen doen die u eigenlijk net niet van haar verwachten. Want dat is toch de uitdaging weer, om dat iedere keer van elkaar te krijgen. Ja, bijzonder. Ja. Oké. Okay. En dit is, dat zal ik, 15 en 16 oktober. Je hebt het allemaal wel in oktober uitgezocht. Ja, doen ze een beetje volgorde. Oh, oké, okay, precies. Ja. Dus al vrij snel eigenlijk. Ja, ja, dit okay. jaar nog. Dus dat is 2 dagen achter elkaar hier in het theater. Klopt. Oké. Okay. En dan? Ja, dan blijven we een beetje in circusfeer. Ja. Ik weet niet of u er wel eens bent geweest. We hebben om het jaar een heel mooi festival in deze provincie. En dat is Circo Circolo. Dat is een groot circusfestival in verschillende tenten. En zij tippen ons ook voor de circusvoorstellingen die internationaal door de wereld reizen. En ik mocht bij de opening zijn van het festival afgelopen keer. Dat is altijd in de herfstvakantie. En daar was een Canadees gezelschap en ze heette Flip Fabriek. En Flip Fabriek, dat is wel aardig. Hiernaast hebben wij een circusopleiding. De Fontys ACAPA, Academy of Circus and Performing Arts is dat. Dat wist ik niet. Heeft Fontys een eigen circusopleiding? Ja, Fontys heeft zijn eigen circusopleiding. In juni kunt u er allemaal naar komen kijken trouwens, in de concertzaal. Maar dit gaat over Flip Fabriek en dat is zo'n lichting van de Canadese opleiding in Quebec. En die bleven bij elkaar. En ze hebben een hele energieke voorstelling gemaakt, die hier 2 dagen staat. 1 dag voor onze businessclub, voor Cobra. En 1 dag voor het Tilburgs publiek. Laten we ook maar eens even kijken, want daar is een filmpje van. Flip Fabriek. Weet je wat dat betekent? Attrape-moi, hè? Weet je wat dat betekent? Vang me, catch me if you can. Ja, want nou, dat speelt me daar wel een hele belangrijke rol in die voorstelling. Als ze niet op tijd vangen, ja, dan gaat het mis. Vooral met het meisje, er zit één zo'n meisje tussen. Nou, die wordt af en toe toch omhoog geslingerd als ze er dan niet opvangen. Dan is het voorbij. Er zitten geen netten. Nee, het is echt pure acrobatiek. Ja, en, gewoon op deze vloer. Vanaf deze vloer, ja. En waar doen ze dan dat? Ik zag dat trampoline ding. Nou, dat is wel heel mooi. Dus ik was tegen het einde van de voorstelling. Dan staat hier een enorme wand. Dat is een huis met ramen. En dan springt er gewoon iemand uit het raam. Ja, daar staat dan die trampoline beneden. Die springt weer omhoog. Loopt vervolgens tegen de gevel omhoog. En dan weer terug. Dat is echt fantastisch. Je moet jezelf inhouden om niet mee te doen. Ik zou het zo graag zelf doen. Maar ja. Hoe land op mijn leeftijd? Ik beaam dat maar al te snel. Maar jij kan dat wel heel goed. Oké, dat is dus, die heet de Flip Fabriek. Yes. Oké, dat is april alweer volgend voorjaar. Dus dat moet je echt even onthouden. Ja, nou, we helpen u straks. U kreeg een mooie brochure. Precies. Maar dat is in april. Ja. Oh, er komt in mei ook iets heel moois aan, zie ik. Wat je opgeschreven hebt, Beauty. Ja, Beauty and the Beast. Ja. Misschien hebben we hier wel eens verteld over de fusie tussen Albert Verlinde en Joop van den Ende, die twee bedrijven, die zorgden er in ieder geval voor dat in dat concern alle rechten van Disney terecht zijn gekomen. En deze hoort daar natuurlijk bij. En ik weet niet wie van u er ooit is geweest. Dus het was een hele grote voorstelling, een jaar of 6 geleden geloof ik, stond op 1 plek.
En de ambitie, zeker van Albert Verlinde, is om die musicals te laten reizen door het land. Want als ze allemaal in Utrecht en Amsterdam blijven staan, dan hebben wij hier geen musical meer. Nee. Dat zou heel jammer zijn. En die ambitie die maken we met 20 theaters waar. En dit is een voorstelling met maar liefst 6 trailers aan spullen. Dan staat hier gewoon, dat staat helemaal vol. Omdat dat moet zo groot als het toen ook was. Ja, en het is natuurlijk romantiek. Laten we eens even kijken naar dat meisje en het beest. Ja. En de sfeer van groot, groter, grootst is dit wel een ambitie voor het nieuwe seizoen. Daar hou jij van? Ja, ik hou wel van grote, nou ik hou ook van hele kleine dingen, moet ik bekennen. Maar als het dan toch hier staat, doe dan maar. Dan maar uitpakken. Ja, pak dan maar uit. Ja. Ja. Okay. Dat past hier allemaal op. Past hier allemaal op. Mensen die wel eens een rondleiding hebben gedaan. En dat is misschien wel aardig in het kader van het Rijksmonument. Als u dat wil weten, hoe zo'n Rijksmonument werkt, gewoon als bedrijf. Dan kan u met een van onze rondleidingen mee, als u dat nog niet heeft gedaan. Maar het komend jaar wijzen we dan links en rechts ook de mooie details van dat monument aan. Ja. Ja. En dus ook het kan allemaal en dan zal u zien dat het hier veel groter is dan dat het nu lijkt. Ja, ja. Oké. Okay. 11 juni. Dat zeg jij nog niks. Als ik zeg 11 juni, dan weet je niet van 11 juni is over meer dan een jaar. En ja, is over meer dan een jaar. Intouchable. Die... Ja, het schijnt dat 1,4 miljoen Nederlanders die hebben gezien. Wie van u heeft die film gezien? Intouchable, ja. Die man in de rolstoel. Weet je, Huub Stapel, die zien wij hier toch best vaak. Hè? 2-3 keer per seizoen komt hij ofwel met zijn mannen van Mars en vrouwen van Venus. Of hij is Napoleon of iets anders. En dit keer kruipt hij in de huid van deze meneer. Kijk, ja, mooi verhaal. Dus en die Cyril is zorgvuldig gecast. Want er waren best wel veel van die stand-uppers die dachten van nou, dat doe ik wel even. Maar die zijn hem allemaal niet geworden. Dus deze jonge man wel, hij is nieuw en veelbelovend. Oké, dit is nog niet een bekende... Nee, kende jij hem? Nee, ik ook niet. Kende u hem? Nee, ook niet. Dus, maar dat belooft toch heel veel om dat samen met Huub te maken. En intouchable. 11 en 12 juni, ook 2 avonden achter elkaar. Ja. Oh ja, dan zie ik ook een hele interessante naam uit Engeland. Akram Khan. Akram Khan, ja, dat is een choreograaf. Ik vond het wel wonderbaarlijk toen ik verhuisde van ons mooie stadje Zutphen-Roeland naar hier. En toen had Simone Wagen, onze programmeur, ook Akram Khan geprogrammeerd. En ik moet bekennen, ik wist helemaal niet wat het was, want het kwam nooit bij ons. En toch als je Akram Khan programmeert in Tilburg Dansstad, dan snappen ze dat allemaal. En dan zitten hier ook ruim 650 mensen naar die voorstelling te kijken. Nou, het is hedendaagse dans, moderne dans, uit Groot-Brittannië. En we hebben daar ook een filmpje van. Dus laten we maar eventjes kijken hoe dat eruit. Ta.
தரக்கிடத்துக்கு. Wauw. Ja, het is heel indrukwekkend. Kaas heet die voorstelling. Het is een herneming uit 2002. Met dans kan het heel goed, hè. Met Van Manen, die hernemen we ook heel vaak, die stukken. En dit stuk dus ook. En de liefhebbers van het De Pont Museum, die herkenden misschien ook nog wel een kunstwerk. Want dat is mooi van dans. Er wordt heel vaak geluidskunst, beeldende kunst en choreografie door elkaar geweven. Op de achtergrond zie je een werk van Anish Kapoor. Heeft ook wat werken in ons eigen museum staan. Een soort Mark Rothko-achtig scherm is dat. Wat dan gaat doen met die voorstelling. Versmelting van verschillende kunstvormen. Ja. Grappig dat ik denk dat Simone Mager dat heel erg dansgericht is. Maar jij bent ook wel een fan. Ja, je wordt vanzelf besmet met het dansvirus. Dat is nou eenmaal zeker in deze stad. Ja, je komt het overal tegen. We hebben hier een hele goede opleiding met dansers. En ja, we weten, komen ze vaak tegen, die mensen van Fontys. Ja. Ik ben benieuwd. Staat nog één op mijn lijstje. Dat is ook wel weer geestig. Ja, ik had er nog voor mij ook heel lang terug. Ik mocht er nog één. Ja, je mocht er nog toch één. Ja, want het was eentje waar we wel ons best voor hebben gedaan. Als theaterdirecteur mag je soms ook persoonlijk ergens voor inzetten. En in mijn geval is dat voor premières. Want als je een landelijke première hebt, dan komen alle camera's naar Tilburg. Alleen ligt Tilburg net iets verder fietsen van Amsterdam dan Haarlem bijvoorbeeld. En dus is dat voor ons extra moeilijk om voor elkaar te krijgen. Maar we zijn wel goed bevriend met Albert Verlinde. En die heeft een mooie nieuwe première volgend jaar. Aha. Dat doen we in september, toevallig in het Monumentenweekend. Dat is niet altijd even handig, maar in dit geval is dat wel fraai. En mag ik hem melden ook wat het is? Kan het wel. Freeze! It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. Walkie-talkie. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll you get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, give a get licensed. Greased lightning. Change, 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 change,
Ja, dat zijn ze dan. Tim Douwsma en Van Jen van den Bos, dat zijn de hoofdrolspelers. En een groot applaus voor de dansers van de Fontys Dansacademie natuurlijk, ja. En met de vraag of ze mijn auto straks ook nog even naar buiten willen brengen, maar ik geef je een hand, hallo. Hi. We hebben elkaar natuurlijk alleen maar heel kort even gezien. Hallo, ik kom even bij jullie staan. Ja, tuurlijk. Dit is wel spannend, ik sta naast de nieuwe hoofdrolspelers van Grease. Die pas in het najaar gaat, in première gaat hier. Ja, in september. In september hier, oké. Okay. Nou, schat ik zo in. Ik was toen Grease, die film uitkwam, 1978 was ik een jaar of 17. Ja. Dus zit ik ergens tussen jullie in, waarschijnlijk is ook wel leeftijd. Dus dat is dus ver voor jullie tijd. Wat zei de naam Grease jullie? Nou, eigenlijk wel heel veel, want toen ik jaar of 10, 11 was, deed ik al Grease tijdens een playback show. Won ik ook destijds. Oh. Dus dat is wel heel erg. Ja, dat was heel erg grappig. Dat was echt zo'n klein jongetje met ook al mijn haar helemaal omhoog. Dus ja, toen dit verhaal naar voren kwam en ik werd gepolst van hey, zou je dat vinden? Ja. Nou, hoefde ik daar niet lang over na te dat denken. Dat was voor mij echt een cirkeltje dat rond is. Ja. Maar en hoe kende jij Grease? Nou ja, eigenlijk, ik was 12 en toen deden Zie wij je? Een. Ja. Ja, dat is ook een beetje zo'n leeftijd. De schoolmusical Grease. En, ah, okay, en toen mocht ik ook Sandy spelen. Dus ik heb in de gymzaal Hopelessly Devoted dit gezongen. Jemig. Dus jullie zijn een soort routiniers als het om Grease gaat. Ja, het zat er denk ik bij ons beiden denk ik al wel echt in. Ja. Dat is wel heel erg grappig. Maar ik weet niet hoe zoiets gaat. Je krijgt het niet op een presenteerblaadje. Ze moeten natuurlijk uitkiezen wie dat uiteindelijk gaat doen. En er is een moment geweest dat je natuurlijk te horen kreeg. Ja. Het gaat door. Waar was je? Nou ja, ik stond daar met... Ja, jij was er toen niet, ja, hè? Nee, ik was er niet. Oh, dat hoorde je ter plekke. Dan moest je komen en dan... Ja, we stonden met iedereen daar. En toen werd de cast ter plekke na de laatste auditieronde bekendgemaakt. Dus toen kregen wij te horen van Albert Verlinde. Die zei, nou, jullie zijn de cast van Grease. Nou, ik heb ook moeten huilen gewoon. Ik dacht alleen maar... Van ellende. Is het serieus? Ja, van ellende. Dat je zo hard moet gaan werken opeens, ja. Ik baal er nog steeds van, hoor. Ja, dat is. Nee, maar dat is ontlading. Dat is dat is echt ontlading. En dan weet je dan, hoe lang ga je dan met elkaar... Dan weet je dat je op elkaar aangewezen bent voor hoe lang. En dan ga je... Hoe lang duurt het? Langer dan een jaar. Ja, ik denk langer dan een jaar. Okay. En dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Dus het wordt ook een beetje gewoon familie en vrienden. Ja. Hey, het is niet zonder risico's, hè? Dat weten we. Ook zo'n auto. Want ik moest eraan herinnerd worden, maar de vorige... Wij waren ook heel blij dat wij gewoon stil stonden. Ja, dat je zelf niks hoeft te doen. Maar heel even, van Jem, hoe ging dat? Want Jim Bakkum was ooit Danny. Precies. En Bettina was Sandy. En die reden ook met de auto? In de orkestbak. En die reden in een orkestbak? Ja. Maar toen, ik hoorde ook dat het orkest toevallig toen onder het toneel speelde. Dus niet waardoor, in de plek waar zij zaten. Ja, anders waren die allemaal geraakt. Ja, jemig. En dus eigenlijk waar deze mensen zitten zo dan, ja. En zij zijn toen samen naar het ziekenhuis, moesten ze. Ja. En daar is het echt wat geworden. Ja, dat denk ik dan. Dat zou wel denk ik dat zou kunnen. Nee, dat is niet natuurlijk zo. Als je lang met elkaar optrekt, hè, je hebt zo'n rol waar je dicht op elkaar zit, zal ik het maar zeggen. Ja. Dan kan dat dus gebeuren. Zoiets. Nou, blijkbaar. Het is al wel meerdere keren bewezen. Oké. Is dat iets waar je bij stilstaat? Je zeggen, een jaar begint? Nee, maar als je zo intensief samenwerkt, kan dat natuurlijk. En elke avond de kamer moet toezingen hoe ontzettend leuk je bent. Ja, maar op een gegeven moment gaat het werken. Van Jin is gewoon hartstikke leuk. Dus voor mij is dat helemaal is dat niet moeilijk, hoor. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het iedere ook avond, heerlijk. Je bent professionals. Van Jin nou, komt op 13 september de première hier. Ja. En dit eerste rij zit een heel klein eerste rijtje. Wie moet daar... zitten eigenlijk voor jou en voor jou? En wie zou jij kiezen dat je zegt, die moet naar mij komen kijken? Nou, Tim eerst. Ja, qua familie bedoel je dat? Nou, wat jij wil. Nee, ja, ik hoop natuurlijk wel dat mijn familie hier allemaal zit. En mijn ouders en de belangrijkste, dierbaarste mensen in mijn leven. En dat zou ik fantastisch vinden. En ik weet zeker dat ze er allemaal zitten. Die zullen er ook zijn? Ja, absoluut. Ja. Maar die nemen hopelijk niet alle plaatsen in, want je hebt er ook nog een. Ja, ik heb er ook nog een paar. Ja, voor mij eigenlijk hetzelfde. Alle dierbare familie, mijn vriend. Ik hoop dat ze er gewoon zitten. Ja. Ja. Niemand zegt Olivia Newton-John of zo. Of, dat je denkt, die moet daar dan zitten. Ja, ik denk dat het toch niet meer deur was. Geef ze een groot applaus. Tim Douwsma, Van Jen van den Bos. Kom, lieverd. Gert Gering, fijn dat je er bent. Jij bent de programmeur van de concertzaal. Wat laat je me nu horen? Dit is Erik Satie, gespeeld door Rijm de Leeuw.
En Remmet is dit jaar artist in residence. Hij gaat 3 keer op ons spelen, waaronder dit. En dat is heel bijzonder natuurlijk, want hij is de man, zeg maar, die Satie in Nederland echt voor een groot publiek bekendgemaakt heeft. Ja, hè? Ja, en ik ben 50. In de jaren 80 kon je geen documentaire horen of je hoorde Satie. Zo ben ik aan die plaat gekomen, deze. Mooi. En het is echt mijn gateway naar klassieke muziek geweest. Dus voor jou is dat een heel bijzonder moment, dat Rembert de Leeuw zelf hier komt spelen. Ja, en hij speelt het niet vaak, dus het is heel bijzonder. Mooi. Ik zie dat donderdag 22 oktober. Ja. Rembert de Leeuw, wie houdt er van Satie, de muziek van Satie? En als je ook Rembert de Leeuw ziet, dan zie je de man die het werkelijk moet spelen. Omdat dat, hij wordt vereenzelvigd, zeg maar, met de muziek van Satie. Oké. Okay. Ik heb iets moois, zie ik op je lijstje op vrijdag 30 oktober in Jordi Savall. Wat is dat? Zal ik even laten horen? Ah. Ik mag nergens aankomen, hè? Nee. Dit is nog niet Jordi. Ja, het is heel bijzonder dat hij komt. Hij is al eerder geweest in Tilburg. Jordi Savall kunnen we krijgen omdat hij een hele grote productie doet in Rotterdam. In het kader van het Erasmusjaar. En hij komt hier met zijn ensemble, Hesperion 11, komt hij optreden. Hij is de hoede van de oude muziek. Ja, oude muziek. Precies. Hij is viola de gamba speler en echt een fantastische speler. Dat is zo'n wat kleinere viool die je tussen je knieën houdt. Ja, ja. Dat is geen cello, maar dat is een kleinere ding. Dit is echt het ensemble van oude muziek. Oké, okay. Dus wie van oude muziek houdt? Ja, dat is als je niet naar Jordi Savall komt. Ja, en oude muziek, maar het swingt wel. Ja, het is natuurlijk danserig. Volksmuziek. Ja. Hij speelt ook alleen maar dansjes en grappen en grollen. Dat is de vrije vertaling, maar het is volksmuziek, maar wel van heel, heel lang terug. Oké, okay. Dat is op vrijdag 30 oktober. En dan is het nog maar 2 weken naar 13 november. Ja. En dan zie ik een naam die ik niet kende, wie is Hiromi. Hiromi, ja. Hiromi is een Japanse pianist, jazzpianist. En we hebben een nieuwe serie met Paradox samen. Onze fantastische jazzpodium in Tilburg. Dat heet Paradoxaal. En onder die noemer gaan wij een aantal artiesten naar Tilburg brengen. En Hiromi is er een van. Bato van Straten, de programmeur van Paradox, heeft haar 2 jaar geleden gezien, of 3 jaar geleden, op Nosy Jazz. En zei het was het beste. Van het festival. Wow. En zij komt samen met Simon Phillips. En dat is de drummer van Toto. En ik ken haar via een YouTube-filmpje. Waarin ze speelt op Fuji Rock. Dat is een groot rockfestival in Japan. En die speelt gewoon een hele tent plat. En met dit heb nummer. Je wat voorbeeld van? Ja. Als het goed is, sorry. Zo gaat het. En dat is in de concertzaal? Ja. Wauw, mooi. Ja. Oké, okay, en dat is Hiromi dus, vrijdag 13 november. Ja. Vrijdag de 13e. Kunt u het makkelijk onthouden. Ja, woensdag 20 januari, daar zie ik iets geks staan. Hotel Gasten XL. Ja, moet ik even mijn bril pakken? Ah, nou begint met de dagen. Dat is een heel bekend nummer. Dat kan je dat snel allemaal doen. Herkent u het? Dat is goede kussen. Ja, nou roept u maar. Ik heb dezelfde ogen. Ja, papa. Stef Bos. En ik krijg jou. Mooi. Hotelgast is een concept wat ik samen met 013 en... de nieuwe vorst heb ontwikkeld. Het is heel simpel. Voor de pauze 3 kwartier interview met de gast. En na de pauze een intiem concert. Wauw. De interview is Leon van Donschot. Bekend. Bekend van Radio TV. Radio TV, ja. De meest sexy vegetariër, geloof ik. Ja? Ook nog, ja. Is jij dan niet vegetarisch? Nou, ik heb wel eens vegetarisch. Okay. Ja.
En dat doet hij aan de hand van inspiratiebronnen van Stef Bos. En films, boeken, muziek. En hij neemt ook een gast mee, ik weet nog niet wie. Mm-hmm. En het is tevens de aftrap van de theatertour van Stef Bos. Mooi. Dus ja. Praten voor de pauze. Na de pauze muziek. Ja. Oké, dat is Stef Bos, dat is op 20 januari. Vrijdag 11 april, dat klinkt ook... 19? Ja, het is verzet. Klopt. Het is verzet? Ja. Maar dat wordt mij dan niet verteld. Dat is wel zo. Dus ik sta straks op woensdag 20 januari sta ik hier, verregend. Nee. En dan blijkt het al voorbij te zijn. Ja, nee, klopt. Want, 19 januari, 8:30. Ja. Oké. En op woensdag 30 maart. Klassiek. Ja, we hebben, misschien kennen de mensen nog het debuut. Dat was een introductie van nieuw talent in de klassieke muziek. Dat is veranderd. Heet tegenwoordig in de uit het Nederlandse term een nieuw Dutch classical talent. Ah. Dus gewoon een nieuw klassiek talent. In de studio hier. In de studiozaal. Ja. Ja, en dat wordt gepresenteerd door Floris Corti. Dat is de sidekick van Pauw. Ja. Tijdens Pauw, nee sorry, Witteman. Ja. Met Podium precies, Witteman. Ja. Die andere. Klassieke muziekprogramma. Ja. En dan gaan we vragen van stellen over waar komen ze vandaan, waarom speel je klassieke muziek, wat ga je spelen, waarom ga je dat spelen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een beetje meer achtergrondinformatie. Wat ging er net mis en waarom ging het niet lekker en dat soort vragen. Nou, dat gaat niet mis. Nee, dat gaat nooit mis. Uitzonderlijke talenten. Nee, het gaat ook niet om goed of mis. Het gaat om. Nou, die talenten gebeurt. Kunnen zich inschrijven voor de audities en die worden door een zeer deskundige jury worden ze gekozen. Oh ja, we gaan ook het juryrapport vertalen voor gewone burgers. Want het is echt zeer ingewikkeld allemaal. Niets van te begrijpen. Niets van te begrijpen. Wij gaan het vertalen. Leuk. Ja. In de studiozaal dus Dutch Talent. En we hebben daar een voorproefje van, hè? Ja. Jij weet er meer van. Ik weet er meer van, ja. Zometeen komt hier Vincent van Amsterdam. Die is hier afgestudeerd aan het Conservatorium in Tilburg. Hij is accordeonist. En hij is echt fantastisch. Weergaloos. Geef hem een groot applaus. Vincent van Amsterdam. Thank you.
Vincent van Amsterdam. Er staat nog één programmeur op mijn lijstje. Simone Mager, die de programmering doet voor theater. Daar is ze dan. Geef haar een applaus. Goedenavond. Wil je zitten of wil je staan? Oh, dit wordt volgens mij zo weggehaald. Ja, daar gaan wij niet aan zitten. Dan gaan wij gewoon staan. Kijk, nou, wij komen gewoon hier. We hebben natuurlijk al wat voorbij horen komen. Bij monden van Rob van Steen. En natuurlijk Gert heeft wat verteld. Jij programmeert theater, hè? Ja, klopt. Daar valt onder toneel, dans, eigenlijk alles. Cabaret, als het hier gebeurt. Musical, ja. Ja. Alles in deze zaal, in de studiozaal met name. Dan mag je een voorkeur hebben dan eigenlijk? Of moet je dat heel democratisch, heel breed houden? Waar ligt jouw voorkeur? Het is en heel breed. En mijn voorkeur is sowieso wel redelijk breed, gelukkig. Dus ik heb het niet snel dat ik mezelf verveel. Maar toneel en dans, daar ligt wel absoluut mijn voorkeur. Ja, ja, maar erop. Ja. A house built out of stone, wooden floors, walls, and windowsills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. Marieke van Niemegen is een meisje wat vlak bij Nijmegen heel beschermd opgroeit, de stad ingaat en uiteindelijk in een soort van verlaten moment zich overgeeft aan de duivel. Wat Marieke kwijtraakt op zo'n moment is de verbinding met haar kinderlijke zelf en haar vrouwelijke zelf. Door haar verlangen om te leven is ze daarin eigenlijk ook vernietigd. Ze leeft dan 7 jaar met de duivel, wordt een soort femme fatale en krijgt daar ook weer enorm berouw van. Is een soort beschadigde ziel en gaat op zoek naar genoegdoening en boetedoening en troost. Een groot mysteriespel, God als grote bespeler. De Schouwburg is eigenlijk te klein. We gaan alles inzetten. Hoofdrol Marieke wordt gespeeld door een actrice, door Hanna Hoekstra van het Nationaal Toneel. En Marieke, dus die actrice, gaat de vervreemdende wereld van de operazangers in. Met allemaal figuren groter dan het leven, eigenlijk wat opera zo goed kan. Eigenlijk een verhaal wat niet voor niks eeuwen heeft overleefd, omdat het gewoon gaat over een meisje zoals ze nu ook 15 of 16 zijn en de wereld ingaan. Enerzijds heel nieuwsgierig en anderzijds ook een soort van bedreigd door die buitenwereld, wat je allemaal kan overkomen. Ik dacht dat ik zo sterk zou zijn. Nee, liefje, maar nee, ik heb je helemaal niks te verwijten. Je bent lief. Ik heb besloten om
dapper te zijn en dat zal ik ook zijn. Ik zal je op alles een antwoord geven. Echt. Dat is het allermoeilijkste. Ophangen. In het donker blijven. Ja, en dan op donderdag 17 maart. Wat is er op donderdag 17 maart? Nou, dan hebben we iets bijzonders in die zin dat we dan de winnaars in huis hebben van de Annie M. G. Schmidprijs. Ja. Maar daar kan ik ook nog wel meer over te vertellen. Maar het is natuurlijk echt veel leuk om ze er gewoon zelf bij te halen. Het zit al een half uur vanuit de coulissen mijn kant op te kijken. Zo van, nou, kan het eindelijk eens een keer gebeuren. Hier zijn ze, Jentel en de Boer. Kom er even bij. Ondertussen gaan jullie wat inprikken, maar dan kan ik jullie wat vragen. Want het is Jentel Schieman en Christine de Boer. Jentel en de Boer, oké. Jullie hebben nog maar net de Annie M. G. Schmidprijs gewonnen. Dat is misschien wel de mooiste theaterprijs voor het beste theaterlied. Verrast dat jullie? Nou, toen we het hoorden zeker, maar we wisten het al vrij lang. Doet dit iets erg? Oh ja, doet het ja. We wisten het al vanaf begin maart, dus we konden het goed voorbereiden en we konden even onze enthousiasme een beetje temperen. Je moest het verzwijgen eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. En dan verbaasd doen toen het bekend werd? Nee, dat hoeft niet hoor. Nee. Maar het is een geweldig prijs en die krijg je dan. En wat gebeurt er dan? Dan word je de volgende ochtend wakker en dan is het leven anders? Nou ja, de wereld stond wel een beetje op zijn kop. We hebben heel veel leuke dingen gedaan. We hebben zo'n bizarre, volle week gehad met interviews. En we waren net bij Omroep Max, hebben we een paar liedjes gespeeld. Ja, dan verandert je leven. Nou ja, het zijn wel bijzonder hoor. Je maakt het allemaal mee voor het eerst en je zit daar in zo'n studio en je wordt gezien. En mm-hmm. Dat is heel leuk. Ja. Dat opeens Joep van het Hek ons liedje ging twitteren. Dat je opeens zo zit te kijken op Twitter van, wat, Joep van het Hek? dat soort dingen zijn wel, ja. Ik heb zijn broek aangetrokken. Ik heb daarom ook als ode aan hem dit, draag ik sindsdien. Het heet Ik heb een man gekend. En het gaat over de mannen uit ons leven. Ja, dat is een heel erg lang lied. Succes. Ik heb een man gekend die importeerde bioethanol. Dat is brandstof, maar dan milieubewust. Je kunt daar ook mee racen, daarvoor zijn speciale races. Milieubewust, dat weet ik dus. Ik heb een man gekend, die had een restaurant. Dat valt of staat bij goede koks. Een mooi stukje vlees moet je niet te lang braden. En vis dat eet je bijna rauw, dat weet ik nou. Ik heb een man gekend, die recenseerde films. Er zijn 7 delen van Fast and Furious. Deel 3 gaat over vriendschap, dat is het beste deel. Zorg dat je die eens ziet, dat wist ik niet. Ik heb een man gekend, die dronk alleen maar goede whisky. Alleen maar Ierse, Schotse dronk die niet. En het verschil dat proef je dus door de rokerige afdronk. Dat noem je het boeket, nu weet ik het. Ik heb een man gekend, die hield van camembert. Een wit schimmel van rauwe koemelk. Dat komt dus ook het camembert, daarom heet het camembert. Het is absoluut niet hetzelfde als brie, dat wist ik niet. Ik heb een man gekend, die zei dat yoga verbinding betekent. En of ik het wel eens geprobeerd heb. Omdat het goed voor jou zou zijn, want je chakras zitten dicht. Voor mij een trage energie, dat wist ik niet. Ik heb een man gekend, die kon in 1 minuut alle Amerikaanse staten opnoemen. Hij kwam zelf uit Michigan, dat ligt in het noordoosten. En is een soort van India's vergroot meer, weet ik dan weer. Ik heb een man gekend, die zei dat het in Alabama verboden is om een valse snor te dragen. Je mag geen valse snor op naar de kerk, want dan maak je mensen aan het lachen. Dus die valse snor, die mag niet meer, weet ik dan weer. Ik heb een man gekend, die zei dat Mozart eigenlijk Theophilius heette. Dat is Grieks voor vriend van God en in het Latijn is dat Amadeus. Dat heeft hij zelf vertaald, maar hij zei liever Amadee, dat neem ik mee. Ik heb een man gekend, die zei dat Elvis nog leeft in een dorpje, ergens in Mexico. En hij treedt er ook nog op voor een vaste schare fans. Hij leeft daar in een flat, nu weet ik het. Ik heb een man gekend, die heeft een hele avond over het woord bed gepraat. Want het leuke aan het woord bed is de vorm van een bed. Kijk, het woord bed heeft ook de vorm van een bed, nu weet ik het. Ik heb een man gekend, die noemde zichzelf Iron Man. Ik was ook fan van Iron Man. Hij had ook zo'n pop van Iron Man, die ik uit de verpakking haalt. Dan is zo'n pop dus niets meer waard, wist ik niet uiteraard.
En toen kwam jij, en eigenlijk hebben wij niet eens zoveel gepraat. En toen kwam jij, en ik zei, hoi, ik schrijf liedjes, wat doe jij? En jij zei, hoi, ik ben een man, die je niet in één couplet vatten kan. Maart volgend jaar dus. Jentel en de Boer, de snoepwinkel is gesloten. U heeft nog een heel jaar om dat laten werken door uw hoofd. En dan kunt u hier naartoe komen. Ik zeg alvast dank dat u er was vanavond. Ontzettend fijn dat u gekomen bent. We hopen dat u geïnspireerd geraakt bent. Dat u enthousiast geworden bent. En namens iedereen in Theater Stilburg hoop ik u ook zo snel mogelijk hier weer terug te zien. Dank u wel. Dank je wel, Rob. Dank u.